Vandaag zijn 30 verpleegkundigen gestart met het Leadership for Change programma, LFC, georganiseerd door de Raad voor Verpleging in Suriname en het Ministerie van Volksgezondheid. Dit programma, ontwikkeld door de International Council for Nurses, biedt verpleegkundigen de kans om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan positieve veranderingen in de zorgsector. Angele Walelei Kumbangsila, algemeen directeur van EFS College COFAP en lead trainer, merkte op dat het tekort aan personeel in de zorg een dringende behoefte creëert aan snelle en effectieve training voor verpleegkundigen om de zorg adequaat te beheren. En dat is dus wat ons erg opviel bij deze cohort, dat de vraag naar plekken vanuit de zorginstellingen wel heel erg nadrukkelijk was. We hebben in 2022 een overeenkomst gesloten met tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid met de ICN om het LFC-programma hier te brengen. We doen op het nippertje eigenlijk een tweede cohort, omdat de licentie december vervalt. Dus we doen op het nippertje een tweede cohort. Als Suriname dus weer een cohort zou willen doen na 2024, dan betekent het dat er opnieuw licentie moet worden ingekocht vanuit Suriname. Rakesh Gaidar Sukul, directeur van Volksgezondheid, is ervan overtuigd dat dit programma een significante bijdrage zal leveren aan de versterking van het personeel binnen de zorgsector. Hij benadrukt het belang van de noodzakelijke ondersteuning voor deze cohort, vooral in het licht van de brain drain. Naar gelang de economische situatie minder wordt, dan heb je een heel grote uitdaging om die stroom bij te benen, om die aanvulling bij te benen. Maar we moeten beseffen, we zijn geen ontwikkeld land, we zijn niet in een positie om de beloningen van heel veel facetten binnen de ontwikkelde samenleving binnen te brengen. Ik begrijp, in de ontwikkelde landen heeft men huisvesting, openbaar vervoer, een heleboel andere zaken ook erbij inbegrepen, waardoor je een bepaald beloningsstructuur hebt. Maar wij als land moeten ook dat traject kunnen volgen. Het LSC-programma is in 2013 geïntroduceerd in Suriname. En sindsdien hebben drie cohorten in totaal 75 verpleegkundigen dit traject met succes afgerond.